Suriname heeft een stap gemaakt om over te stappen tot het vervaardigen van biometrische, oftewel e-paspoorten. Met deze ontwikkeling volgt Suriname in de voetsporen van meer dan 150 landen. Volgens Praveen Ramadin, directeur e-Gov Suriname, is het hebben van een biometrisch paspoort heel voordelig. Voor het reizigend publiek, het grootste voordeel dat hiermee komt, is dat het reizen makkelijker maakt. Want e-paspoorten voldoen aan nieuwe security features, veiligheidseisen. Dus je kan makkelijker op airports door de elektronische gates gaan. Dat is één. Maar wat ook belangrijk is te vermelden is dat de regering heeft een hele tijd terug ook gezegd van er wordt gewerkt aan visumvrij reizen voor onze burgers naar Europa. En een van de voorwaarden van de Europese Unie om het in overweging te nemen, visumvrij reizen, is dat je een elektronische paspoort als land moet hebben. Dus met de ondertekening vandaag is over 6 maanden een elektronische paspoort een feit. George Carvalho, Senior Government Program Manager, OEST International. Het bedrijf dat Suriname technisch bijstaat bij het maken en printen van biometrische paspoorten, geeft aan dat het personeel van CBB getraind zal worden in alle facetten van een biometrisch paspoort. There will be training on how to use the system, on also the security features of each passport. So the employees of CBB will have full empowerment of deciding if they should give a passport to someone or not, and also to know exactly the security features of the passport. So we will hire local people to make sure that the passports are securely stored, and they go in the canvas that they need to go to be produced, personalized. And also our partner Vlatacom will also have a local team that will make sure that the system will be running in 24/7 whenever necessary. So there will be support both from OST with the we'll hire local people that will be trained by us, and also on the system itself, also our partner Vlatacom has a local team to support the system. In december kan Suriname het eerste biometrisch paspoort voor het land verwachten. Suriname krijgt daarbij ondersteuning van OEST International, een Oostenrijkse organisatie die gespecialiseerd is in e-paspoorten, en Vlatacom Instituut do Beograd, een Serbische organisatie die de machines maakt en onderhoudt.